Hey guys, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag voor jullie mijn allereerste lentevideo van 2016 en het is een lookbook geworden. En in de lookbook laat ik jullie eigenlijk gewoon één item zien die ik op een aantal verschillende manieren ga laten zien. Maar wat jullie ook in de titel hebben kunnen lezen is dat dit een lente collab is. Dit is dus een samenwerking met nog 5 andere YouTubers. En aan het einde van de video laat ik even snel zien met wie de collab is en vertel ik ook een beetje wat voor soort video's zij hebben opgenomen. Dus ik zou het super tof vinden als je gewoon lekker heel de video blijft kijken. Maar nog heel veel over mijn lookbook video. Ik heb dus één item en het kan zo zijn dat je hem al op Instagram hebt gezien, maar dat is deze lichtroze bomberjack. En bomberjacks zijn nu heel erg in, maar misschien een beetje lastig te combineren omdat het zo'n fel kleurtje is. Dus dit was voor mijzelf ook nog een beetje een uitdaging, maar ik vond het echt ontzettend leuk. Deze komt van Most Wanted NL en hij is 35 euro. Sommige looks zijn dus een beetje voor de koude lente, sommige voor de warme lente. En ik heb ook één look gefilmd waarbij het wel echt een heel erg lekkere lentedag moet zijn met heel erg warm weer. Want hij is erg enthousiast, maar misschien kunnen we hem dan meenemen een beetje naar de zomer toe. Maar ik wilde hem gewoon ook combineren met blote benen. Nou, ik hoop dat jullie een beetje nieuwsgierig zijn geworden naar de outfits met de roze bomber. Dus laten we maar snel gaan kijken. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jouw favoriete outfit is. Zoals ik al zei, zit ik dus in een lente collab met 5 andere meiden. Namelijk Sabrina Poetri. Die heeft een room decor video gemaakt slash een beetje DIY. Dus zeker even kijken als je daarvan houdt. Dan hebben we Shelin Kamkes. Die heeft namelijk een extreme make-up look gemaakt. Dus ook zeker even kijken, daar is ze heel erg goed in.
En dan hebben we Kim van Haren. En Kim die heeft een soort van hair tutorial met een nail tutorial voor jullie gemaakt. En daar zou ik zeker ook eventjes naar kijken. En dan hebben we nog Leonie van All About Leonie. En zij heeft al haar lentefavorieten op een rijtje gezet voor jullie. Dus zeker even kijken. En als laatste hebben we nog Melanie van het YouTube kanaal Melanie Patrona. En zij heeft een hele mooie make-up look gemaakt voor de lente. Dus die moet je ook zeker even gaan bekijken. En vergeet niet bij elke lentevideo die je ziet even een duimpje omhoog te doen. En een hele leuke reactie achter te laten. Dat zouden wij allemaal heel erg leuk vinden. Dus ja, laat zeker jullie comments achter over wat jullie favoriete outfit is. En ik zou het heel erg leuk vinden als we zoveel mogelijk likes gaan halen om het mom van fashion video's. Ik heb namelijk niet zo heel veel fashion video's. En dat wil ik wel graag meer gaan doen. Dus like zeker deze video voor meer fashion video's. En heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie woensdag weer met een nieuwe vlog. Doeg!